klagen, waardoor de snorrende raderen niet kunnen dringen. Hier ontmoet de mens een die machtiger is dan hij, de dood. De geest woont in het lichaam zolang als God wil, zoals de eeuwige besluit. Niet zolang als de mens wil, de mens besluit. God heeft vastgesteld dat die geest het lichaam zal verlaten. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wanneer die mens, die wil Gods, het beslotene doorzet, uitvoert, dan kan geen mens de geest inhouden, keren, terughouden, vasthouden. Geen oude mens, geen zwakke mens, geen stomzinnige mens, geen jeugdige, geen kleine, verstandelijk nog niet ontwikkelde, tedere, zwakke mens. Doch ook niet de mens met ijzeren spieren, stalen zenuwen, de arbeider en de worstelaar in de volle levenskracht. Ook niet de rijke, de man en vrouw met aardse schatten, alles bedwingende. Ook niet de schone, die door het glanzen van het oog en de betovering van het lachen mannen en koningen maakt tot slaven. Ook niet de geleerde, de denker, geen mens, niet één mens, niemand, geen enkele heeft die heerschappij. Hoe indrukwekkend, roerend. En waar heeft Vondel dit ons getekend in zijn gedicht getiteld? Vertroosting aan Vossius over zijn zoon Dionysius. Hij schudt vergeefs zichzelf moe. Wie schutten wil, de sterke vliet, die van een steile rots schiet, naar hare ruime boezem toe. Zo draait de wereldlood, het zij, de vader het liefste kind beweent, of het kind op vaders lichaam steent. De dood slaat huis nog deur voorbij. De dood, die spaart nog zoete jeugd, nog gemeenlijke ouderdom. Zij maakt de mond des redeners stom en ziet geleerdheid aan, nog deugd. Gevaarlijk is het, zo zegt Pascal, om te veel aan de mens te doen zien. Hoezeer hij gelijk is aan de beesten, zonder hem zijn grootheid te tonen. Nog gevaarlijker is het te veel zijn grootheid zonder zijn laagheid te doen zien. Doch zeer voordelig is het hem, en het ene en het andere voor ogen te houden. De prediker heeft zoveel jaren eerder dan Pascal deze waarheid gekend en beoefend, waar hij schrijft: daar is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden, en de machteloosheid van de heerschappij voerend mens tegenover de dood nog breder aanwijst door de woorden: en hij heeft geen heerschappij over de dag des doods. Ook geen verweer in deze strijd. Er is evenmin uitstel van de dood als er afstel is. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen donker, dat hij niet zien kon, zei hij: zie nu, ik ben oud geworden. Ik weet de dag mijn doods niet. Genesis 27:1-2.
De vrome Isaac sprak aldus toen de dag des doods nog verre was en hij hem in zijn gedachten nabijbracht. Doch ook hij die de dag des doods verre stelt, waar hij nabij is, kan niet anders zeggen dan: ik weet de dag mijns doods niet. Ja, als zou de mens de dag zijns doods kunnen berekenen, daarom zou hij nog geen heerschappij hebben over die dag. Hij kan hem nog spoediger, nog later doen komen. Hij, die door wiskundige berekening trotse huizen bouwt, de schachten en wandelgangen in de diepte der aarde uithoudt, door sluizen, dammen, dijken en kanalen aan rivieren en zee perkend stelt, heeft geen heerschappij over de dag des doods. Hier falen zijn berekeningen en becijferingen. Vloeken en smekingen missen hier de uitwerkingen. Heeft Salomo niet te veel gezegd? Zo hij beweert dat de mens over de dag des doods geen de heerschappij mist. Is dan in de hand van Kaïn niet de macht geweest om door snode moord het eerst de dood voor een mens te doen intreden, verkortende het leven dat nauwelijks begonnen was, de volle levenskracht te ontplooien? Hoeveel zijn er nadien niet door ruw geweld, sluwe list uit jaloersheid, nijd of haat vermoord? Wie telt de moordenaren? Na Kaïn, de farao van Egypte, Joab en David, Herodes en Nero, vele stemmen van het bloed van kinderen, knapen en meisjes, mannen en vrouwen, roepen van de aardbodem tot God. Hoeveel hebben in wanhoop en vertwijfeling het versmaad om langer te leven en zijn zware last te torsen op de moederschouders, teleurgesteld in hun verwachtingen, bedrogen in hun ijdelheid, gekrenkt in hun eer, gefolterd door schuldgevoel en zelfde dag en uren aan het sterven vastgesteld? De Sauls en de Achitofels en de Judassen zijn er zo talloos velen. Voor hoeveelen is niet het schavot opgericht, waar de rechters hen onwaardig keuren langer te leven, te midden der levenden, of zij en zij verdronken, gestenigd, opgehangen, onthoofd, gekruisigd, verbrand. Ook uw heiland, ook uw martelaren behoren tot deze, voor wie de dag des doods door mensen is bepaald. Nogmaals, hoeveel zijn niet gestorven, omdat er geen mannen der wetenschap streden bij hun krankheid en geen worsteling van de zorgende vrouwenliefde de dood van een leger verdreef. Maar ook, van hoeveelen is de dag des doods uitgesteld? Het leven verlengd door maatregelen van voorbehoud, door wering van gevaar, het voorkomen van ongelukken. Bij hoeveelen is niet voorheen en wordt ook niet thans het leven verlengd door toezicht op voeding, zindelijkheid, door nauwgezette medische behandeling, door de liefde van moeder en vrouw, ja, de vrouw met de fijnheid van haar vingeren, de vindingrijkheid van haar vernuft, de trouw van haar hart en de warmte van haar liefde, trotserende de gevaren, wonder in uithoudingsvermogen, rijk in opoffering, heeft voor velen in het huisgezin, op het slagveld, in de hospitalen, in ziekenverpleging, in sanatoria, het leven verlengd en tot de dood gezegd: gij zijt te vroeg, trek uw hand terug, later, nu nog niet, kunt gij komen. Al deze dingen wist ook Salomo. Deze daden van slechtheid, wanhoop, roekeloosheid, gerechtigheid, zorg, wetenschap en liefde,
zijn toch niet eerst van vandaag. Onze eeuw, onze tijden, hebben toch niet het monopolie van de heerschappij over de dood? Hetgeen dat is er geweest, hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgene dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou zeggen, kunnen zeggen, zie, het is nieuw, het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Salomo, handhaaf dat woord. Daar is geen mens die heerschappij heeft over de dag des doods. God besluit, Gods besluit en raad gaan niet alleen over het einde, het besluit aller dingen, maar ook over alle middelen en wegen die leiden tot het besluit, die dit besluit vertragen of versnellen. Ook over de zelfmoord, ook over de gerechtelijke moord, ook over de doodstraf, ook over het verstand der mannen en de liefde der vrouwen, ook over de nasporingen en vindingen der wetenschap. Als Pilatus tot Jezus zegt, de tijdelijk verkregen macht houden voor een volstrekte macht. Nogmaals, als Pilatus tot Jezus zegt, de tijdelijk verkregen macht houdende voor een volstrekte macht. Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en u los te laten? Dan zegt de Heer Jezus tot hem op zijn plaats, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Johannes 19, vers 10 en 11. Slechts één mens, doch niet ene was hij, die in de beginne bij God was. Ja, God zelf kon zeggen, niemand neemt het leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen, en ik heb macht hetzelfde wederop te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Johannes 10, vers 18. Daar is geen mens die heerschappij heeft over de dag des doods. Niet over de dag wanneer de dood lokt en nodigt of beangst en dreigt. Evenmin over de dag die God bepaald heeft, waarin de dood ons treffen zal, door doodslag of zelfmoord, door roekeloosheid of eigen schuld, door ramp of ongeluk, ondanks de goede behandeling, of ook door de dwaling van de geneesheer, door verwaarlozing of ondanks opofferende liefde. Geen geweldenaar, geen geleerde, geen tedere. Of de mens spoedig sterven wil, of dat hij roept, nog niet, nu nog niet, later, nog jaren, nog één jaar, nog maanden, nog één week, nog één dag, nog enkele minuten. De dood buigt zich onder geen heerschappij van schepselen. Hij kent slechts één meester, hem namelijk, die het leven heeft gegeven. Daar is ook geen geweer in deze strijd. Tekenende de uitdrukking. Natuurlijk denkt Salomo niet aan het geweer dat wij tegenwoordig hebben. Het Hebreeuwse woord dat hij bezigt beduidt ontkoming. Evenmin denken onze statenoverzetters aan ons geweer dat op verre afstand de tegenstander wil treffen. Maar aan het zijdgeweer hunner dagen, waarmee de tegenstander op een afstand werd gehouden, zoals thans het geweer met bajonet
door de meester gehanteerd, de vijand verhinderd te naderen, zijn listig pogen pareert en verijdelt en ontkoming redding geeft aan in de strijd. In deze strijd echter is er geen geweer, noch de grote invloed van het geld, noch de macht der kennis, noch de bekoring der jeugd, noch de verlokking der vrouwelijke schoonheid, noch de mannelijke kracht, noch de grijsheid welke eerbied afdwingt, geen ontzaglijke uitbarsting van toorn, geen vrees of angst, zelfs niet de traan der moeder, die het hardste hart doet versmelten. Geen enkele aardse macht kan de dood bewegen tot afstel, evenmin tot uitstel. Gij weet de dag des doods niet, en zo gij hem vermoedt, gij kunt hem niet beheersen. Op die dag die God heeft vastgesteld, nadert hij. Zie, hij komt, de dood. Hoe zacht is zijn tred, hoe vast zijn gang. Tot uw stad, tot uw straat, tot uw huis, tot uw verdieping, tot uw kamer, tot uw bed. Hoort u zijn stap op de straatstenen of in de kiezel van de tuin, op de treden van de trap, op de harde vloer of in het zachte tapijt? Hij strekt zijn hand uit, mager en knokig, been en spieren, tot uw schouders, naar uw hoofd, tot uw hart. IJzervast is zijn greep, kronkelen nog wringen baat. Uw kracht om te verweren helpt niet, als een schroef werken die vingers, die de adem stokt. In de gorgel gij stikt, hij wurgt u. Nee, hier is geen ontkoming, in deze strijd is geen geweer. 3. Ook zal de goddeloosheid hare meesters niet verlossen. Deze woorden zijn de laatste uitdrukking waarin prediker de machteloosheid van de mens tegenover de dood uitdrukt. U voelt het. De laatste uitdrukking is ook de hoogste. Niemand kan over de dood heersen, geen mens. Ook de goddeloze mens niet. Ook niet hij die onder de goddelozen de goddeloosste is, die een meester van de goddeloosheid is. De goddeloosheid zal niet verlossen. Kent gij de goddeloosheid, haar brutaliteit, haar macht, haar invloed en geweld? De goddeloosheid, het slap zijn, loswezen, niet vasthouden, is het zich losmaken van God. Als de bron van het leven, zich onttrekken aan Gods gezag, zich niet bekommeren om zijn woord, niet bekreunen van zijn wet, het vrij zijn, op zichzelf staan, door de goddeloosheid bevrijde Kaïn zich van de aanwezigheid van zijn broeder. Ruimde Joab zijn even knieën in het leger op, schoof David de lastige band van het huwelijk van zich af, bevrijdde Pilatus zich van een moeilijke aanklacht bij de keizer en ontkwam Judas, de zelfmoordenaar, aan de jagende angst van zijn geweten. De goddeloosheid overwint de kuisheid, de eerlijkheid, de trouw, de waarheid. Zij verleidt de deugd, bespot de vrome, overrompelt de rechten. Zij maakt Petrus tot een leugenaar, een vloeker en een lasteraar. De goddeloosheid lacht om wetten en verdragen, verbonden en eden. Ja, zij vertreedt Gods wet onder de voeten, tast hem aan
is zijn wezen en zijn eigenschappen, lastert hem, beliegt hem en loogt zo nodig zijn bestaan, spot met zijn oordeel. Zij bekreunt zich niet om lijden en tranen. Hard en mededogenloos kent zij medelijden, nog vermurving. Zij spot met hemel en hel, met oordeel en straf, met zaligheid en verdoemenis. Die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde, moet haar wil doen, is haar onderworpen. Het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik, zegt Paulus. De wedergeboorte, die een vermaak heeft in de wet Gods, in zijn leden speurt hij een wet der zonde. En toch spreekt Salomo van meesters der goddeloosheid. Mensen die als meesters, Baals, zo staat er, van de goddeloosheid zijn. Er zijn kinderen in het verstand, jongelingen en mannen in de genade. Er is ook een verschil in de boosheid. Schrijft de heilige Paulus niet in 1 Korinthe 14 vers 20. Broeders, word geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid. En word in het verstand volwassen. Er zijn zondaren die de zonde doen, doch niet vrijmoedigheid, blozende met schaamte, moetende en niet durvende, kinderen nog, leerlingen, die bang zijn. Doch er zijn ook die volleerd zijn in het kwade, meesters in de zonde, die de zonde oproepen, met de zonde spelen, die voor niets terugdeinzen, die weigeren schaamrood te worden, als de onrechtvaardige rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag, Lucas 18 vers 2, die zich aanstelde als gebieders, vorsten, baals van de goddeloosheid. Ook tot de meesters der goddeloosheid komt de dood. Niet schoorvoetend, bevend, hij vraagt hun belet, nog verlof. Zonder hen te ontzien. Hij klopt niet eens zacht aan hun deur. Hij treedt zonder belet te vragen. Niet wanneer het hun gelegen komt. Zonder kloppen binnen. Hij vraagt niet of het hem vergund is zijn hand op hen te leggen, aan hen te slaan. Hij doet het, zonder aarzelen. Meester van goddeloosheid, zeg nu brutaal, eruit, dood. Schud hem van u af, smijt hem ten neer, vertreed hem onder de voet. Zie, de meester zondaar wordt bleek. Wordt uw ogen angstig? Wat beeft gij en hoe rilt gij? Durft gij niet? Kunt gij nu niet? Is uw tong verlamd? Zijn hand en voet slap geworden? Roep de goddeloosheid te hulp. Laat de leugen u bevrijden. De list u verlossen. Vel de dood door gebulder en gevloek. Meester, kan ook de goddeloosheid niet helpen? Gij moet buigen. Thans ook gij. Nu kunt gij niets. De dood is machtiger dan gij. Niet te verschrikken. Geen mens heeft heerschappij over de dood. Een ontzaglijke waarheid. Ook de goddeloosheid verlost haar meesters niet van de dood. Lees het welsprekende woord van de heilige profeet Jesaja, hoofdstuk 14, de spreuk welke het volk Israël zal opnemen tegen de koning van Babel, wanneer
de dood aan deze meester der goddeloosheid heeft, deze meester der goddeloosheid heeft afgezet, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? De Heere heeft de stok der goddelozen gebroken. De schepter der heersers, die de volkeren plaagde in verbolgenheid. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon, zeggende, sinds gij daar neerligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. Zij doet alle koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Naakt zijt ook gij in de moederschoot der aarde gekomen, en naakt zult gij ook tot hem wederkeren. Doch het naakte kind krijgt op aarde van de moeder een hemdje om het blote lichaam te omhullen. De moederhand heeft het bedje geschud en gespreid het dekentje erover. Kom, mens, bij de aarde, uw moeder, laat zij u kleden in het grijze stof, laten de maden onder u gespreid worden. Laat het klein gedeelte op u liggen. Ja, meester der goddeloosheid, uw hoovaardigheid is in de hel neergestort met het geklank van uw luiten. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Geen mens, God alleen is groot en machtig, onverderfelijk en eeuwig, heeft heerschappij over de dood. De mens is der ijdelheid gelijk. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Psalm 144, vers 4. De woorden van onze tekst, broeders en zusters, tonen duidelijk de machteloosheid van de mens tegenover de dood. Maar in de ontkennende vormen waarin de prediker zijn gedachten kleedt, zien wij een andere waarheid verborgen, welke elders in de Heilige Schrift, vooral in het Nieuwe Testament, duidelijk geleerd wordt te weten deze waarheid. De Heere God heeft heerschappij over de geest der mensen. Hij heeft heerschappij over de dag des doods. Ook is er een geweer tegen de dood. Ook zal de Godzaligheid wie haar lief hebben behouden. Hij snijdt de geest der vorsten als druiven af. Psalm 74, vers 13. Al mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Aldus bidt David in Psalm 31, vers 15. Bij de dood keert het stof weer tot de aarde en de geest tot God die hem gegeven heeft. Welke verschrikking voor de goddeloze, voor ieder mens die buiten en zonder God leeft, voor wie de eigene persoon het hoogste goed is. De dood is de machtige niet. God alleen is de machtige en de dood niet anders dan een knecht die even onaandoenlijk en stipt als een machine de wil van de meester doet. De tijd, dag en uur en minuut worden door God bepaald. Niemand of niets brengt daarin de geringste verandering. De dood is een bode Gods die de geest des mensen doet uitgaan als de mens en voert voort de rechterstoel van de alwetende voor hem die smetteloos, heilig en onkreukbaar rechtvaardig is. Onkreukbaar rechtvaardig. Hoe grote vertroosting bevat deze waarheid voor iegelijk die God vreest
die zichzelf niet zoekt, niet vertrouwt, die niet op de mens vertrouwt of vlees tot zijn arm stelt. Jeremia 17, vers 5. Maar wiens vertrouwen van de Heere zijn God is, zijn tijden zijn niet in zijn eigen hand, niet in de hand van zijn ouders, van zijn man of zijn vrouw, van zijn kinderen of vrienden, ook niet van zijn vijanden, maar in de handen van zijn God. Die sterke en vaste handen die in Christus zijn Zoon vaderhanden zijn. Jezus, de mens, Jezus Christus, was een meester ook van de dood. Omdat hij van eeuwigheid was, het woord van God. Hem dienden de engelen en gehoorzamen de duivelen. Naar hem luisterden de winden en voor hem zwegen en rusten de golven. Kwalen en krankheden weken. Gedwee zich schikkende naar zijn wenk. Maar ook de machtige dood, die koning der verschrikking, gaf in zijn hand weer wat hij genomen had. De weduwe zoon te naaien, des vaders dochtertje in Galilea en de zusterbroeder te Bethanië. Hij bepaalde de dag van zijn dood, want hij zeide, nog 3 dagen en de Zoon des Mensen zal gedood worden, omdat hij macht had het leven af te leggen en het leven aan te nemen. Werd zijn geest hem niet ontnomen en zonk zijn hoofd daarna op de borst, maar hij sprak, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hield hij de geest niet langer in, maar boog het hoofd en gaf de geest. Kon hij ook door de dood niet gehouden worden, maar stond hij uit de doden op en heeft hij onverderfelijkheid in het leven aan het licht gebracht. Hoe grote gerustheid en vertroosting is er bij eigene machteloosheid tegenover de dood in deze waarheid gelegen voor hen die Christus door het geloof zijn ingelijfd. Zij zijn één plant met hem in de gelijkmaking zijns doods, maar ook één plant met hem van zijn opstanding. Door hem zijn wij kinderen Gods en is de eeuwige hun vader, zonder wiens wil geen haar van hun hoofd gekrenkt. Zo is de dood voor hen geen betaling voor hun zonden, maar een aflegging der zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat een grote genade, wat een grote waarheid. Hoe is de dood van karakter veranderd? Hij is niet meer de gevangenbewaarder die ophaalt voor de executie en geleidt naar het schavot, maar de bode van de verzoenende Vader, die de geest van de mens geleidt in het hemelse paleis en het lichaam, het stof, zaait in de schoot der aarde tot de morgen, vol van weelde en zonnegloed, waarin de Christus, onder wiens hoede het stof rust, zal komen om te roepen, kom uit, sta op, keert u naar het licht, om weer te leven in heerlijkheid en kracht, in onverderfelijkheid en onsterfelijkheid. Hoe staan wij tegenover de dood? Niet de brutale en sterke, niet de geleerde of krachtige van geest, niet de meester in de boosheid
maar het kind van God, de uitverkorene van de Vader, de gekochte en verloste door de Zoon, de geroepene en getrokkene door de Heilige Geest, is een onbevreesde voor de dood, is een geruste met het gezicht op de dood, is een veilige in de armen van de dood. Ja, is een overwinnaar van de dood. Geve God ons de dood nabij te komen en onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart bekomen. In de dood van Gods Zoon, de dood van de dood te vinden mogen. Met de heilige apostel te klimmen, hoog op de berg des geloofs, aldaar te genieten van het rijke vergezicht, en in die hoge lucht, met ruime borst, vrij ademende te zeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 1 Korinthe 15, vers 55 tot 57. Mochten ook wij in oprechtheid en met vrijmoedigheid in leven en sterven betuigen: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Och, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweet in mij leekt, dat uw bloed mij hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken.